u weer gewend bent aan het normale arbeidsritme, gaan we voor u op zoek naar passend werk. Ik heb u les nog al verteld, hè, van die grappenmaker van de gemeente. Ja, die wil met beesten als uw kering stille zetten. Ja, ik vind dat ik dat kon gewoon werken. Ja, flauwekul. Nou, ik denk dat diebe, hè, voor u ook nog wat passend werk zal brengen nu. En ook nog wat binnen 100 jaar, denk ik. Ik ben nieuw gezicht. Nou, jij bent vast een dans. Wiebe Schippers, ja. Zeg maar Wiebe. Ja. Welkom op zorgboerderij in het warme nest. Nou, ik wil er nog niet zo erg warm. Ah, joh, dat komt vanzelf wel, hè? Iedereen moet altijd even pennen aan een nieuwe omgeving. Een nieuw gezicht? Ja, ik ben Luc. Ik ben vandaag net nog eens. Ik ben geen jaar, ik werk er al heel lang. Wat kan je aan doen? Ja, ik wil graag helpen, maar ik kan er niet mee, ik zit in een rolstoel. Oh, dit vind ik nog mooier. Deze er nog bij. Nou, zo wordt er wel genoeg. Dankjewel, en werk vandaag. Aju. Aju. Wie niet slank is, die moet er maar slim wezen. Die deel de liefde irriteert me. Maar als die deel de liefde irriteert me, dan geeft dat meer smaak en beleving aan. Ik heb vreugd die meisje toch niet, moet ik haar lang bezig. Ga dan maar lekker knieën. Je zou het mindful kneden kunnen noemen. Mindful? Nou, ik heb vroeger liever een hele mond vol. Zie je wel, Wiebe? Ik krijg helemaal meer honger van dit warm. Kan ik niet een hapje nemen dan? Nee, Ben. Als je dat deeg in je buik krijgt, dan gaat het rijzen en dan wordt die dikke buik nog veel dikker. En dat is het. Wat. Wat een wende, wat een wende. Ik krijg er al in drie hoeveel allergie dat ik niet kan werken in een rolstoel. Maar dat wil ze hier maar niet snappen, hè. Nu moest ik met een bladblazer het terrein afvinden. Man, die zou toch helemaal op de loop komen met een rolstoel. Oh. En dan zet er ook nog iemand de doens proberen. Bah, wat een natte bende. In een rolstoel het terrein schone blad. Dat kan toch helemaal niet. En dat noemt die Ria dan passend werk. Oeh, Luc, ik zag dat die verpleeg goed bij mij lopen. Ik wil erin. Ik heb een partij hoor. Kom op, nou, ik zal eens inkijken naar in de tas hebben van een beetje lucht. Ik heb kijken. Nou moet je hem lusten, Luc, hè. We hebben hier natuurlijk afspraak, hè. En geen geintjes nog. Hier zorgt ervoor dat ik aanvoel wel knippen. En dan zal ik niet de rest vertellen dat hij gewoon op die stoel kunt en hoeven op. Zit ook, hè. Nou. En nou bedoel ik. Dat is een beetje in mijn naam plaats, hè. Ik dacht het niet, hè? Ik dacht het wel. Wat nou dacht? Ik ben niet weg, hoor. Hé, Luc, je hebt de hobby met als gewoon onderbroek aan de door, hè? Heb je eens goed gekeken, hè? Nee, 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 Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Dan, ik heb zo'n goede beden, zo. Maar dan, die vogel die komt wel. Ik zal hem niet meer in de tas hebben. Nee, 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 niet te graag. Kom op, kiep, dat is er weer. Succes met de aanbijen, hè. Zo, dat was niet Hugo. Die is, pak. Het introduceert me echt in de zin of een pak is er nog Hugo is. Help me, onmiddellijk naar beneden. Ja. Schiet mij zo, dat is een oom. Hier over de Limburg, die hier de rest is. Ken je toch wel de speurneus?
Ja, zeker. Hè? Oh, oh, hartstikke. Ja, ja, we kiezen altijd, hè? Altijd. Ik heb Jos en mij hebben al wat gevonden hier in de glimmerij, hè? Oh, ja. Ja. Nou, in het programma dat mijn collega, maar ja? Ja, die duikt altijd een interview met een gedupeerde. Oké. Maar het is hier een beetje klein en een beetje donker. Misschien wel in buiten een locatie zoeken. Het gaat om het welzijn van onze kerk. En er moet geen boodschap bij. En als ik ga het ook niet bijstaan, dan voelt het gewoon niet goed.